Hennepkwekerij. Wat weet jij hiervan? Natuurlijk dat het hartstikke verboden is, maar ook nog eens levensgevaarlijke situaties oplevert. Het is zo dat er namelijk illegale stroom wordt afgetapt en ook nog eens elektra gevaarlijk wordt aangelegd. Iemand die een hennepkwekerij heeft, loopt hier natuurlijk niet mee te koop. Daarom gaan we kijken wat er gevaarlijk is voor jou en waar jij op kan letten. Dat leggen we uit in deze video over illegale hennepteelt. Ik laat je 5 signalen zien waar jij op kan letten. Hier komen ze. De eerste, de geur van een hennepkwekerij. Het is een beetje zoetig, een beetje weeig. Dat kan een signaal zijn dat er ergens in de omgeving een hennepkwekerij zit. Het volgende signaal. In een hennepkwekerij zit altijd een afzuiginstallatie, die natuurlijk geluid maakt. Dus stel je bent aan het slapen, of bewoners in de buurt zijn aan het slapen, of het bedrijf is zelfs dicht, en er is toch nog constant een zoemend geluid, dat kan erop wijzen dat er een hennepkwekerij zit. En dan het derde signaal. Criminelen met een hennepkwekerij, die houden niet zo van pottenkijkers. Zie jij bijvoorbeeld een verlaten pand met geblindeerde ramen? Let dan eens op of je een van de andere signalen ook waarneemt. En dan het vierde signaal. Voor een hennepkwekerij is er heel veel stroom nodig. En dat wordt vaak illegaal afgetapt. En ik kan je zeggen, levensgevaarlijk. De manier waarop dat gedaan wordt is namelijk brandgevaarlijk. En dat kun je merken aan flikkerende lampen in je huis. Of de stroom die er om de havenklap uitvalt, omdat de elektriciteitsaansluiting zwaar overbelast wordt. En dan heb ik nog het laatste signaal, wat kan vertellen dat er iets niet helemaal klopt. Een hennepkwekerij moet natuurlijk geoogst worden. En die oogst, die wordt vaak in vuilniszakken gedaan. Zie jij mensen van binnen naar buiten lopen met vuilniszakken naar een bestelauto of een busje? Of zelfs omgekeerd? En vertrouw jij dit niet? Dat is het moment dat jij ons kan bellen.